Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kefoki TV. Het is een nieuwe dag, nieuwe kans. Wat kan er misgaan vandaag? Ik bedoel, ik heb geen gast in de studio die constant door me heen praten. Ik ben gewoon geen gast. Ik word er gewoon zo... Oh, nee. Oh, wat onhandig ook. Wat ben ik toch ook een kluns. Oh, wat heeft dat toch allemaal voor betekenis, mijn leven. Ja. Oké. Ja. Het was een nieuwe dag. Met nieuwe kansen. Maar het is toch misgegaan vandaag. Nou, gelukkig hebben we een filmpje. Vandaag met het thema... God heeft een plan met je leven. God heeft echt een plan met je leven. Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat ik hier nu ook weer even zit en iets met jullie mag delen. En groep 7, 8, ik mis jullie echt ontzettend. Wat een gekke tijd hè, allemaal. Gewoon allemaal zo thuis, niet naar school en niet sporten. Heel vaak je handen wassen, uitkijken. Misschien hebben jullie ook je opa en oma wel heel lang niet gezien of mag je ze niet knuffelen. Gelukkig wordt langzaam alles weer een beetje normaal. Mogen jullie morgen naar school? En misschien hebben jullie er zin in, of niet. Maar langzaam kunnen we weer een beetje onszelf zijn. En nou, daarover gesproken, daar wilde ik het vanmorgen met jullie over hebben. Wees gewoon jezelf. En weet je waarom? Omdat God jou geschapen heeft, zoals je bent. Helemaal jezelf, uniek, om een betekenisvol leven te leiden. En... dat klinkt allemaal moeilijker dan het is, maar eigenlijk is het heel erg makkelijk. God heeft jou geschapen. Gemaakt betekent dat, met een idee. Hij heeft jou verzonnen zoals je bent. En zoals in de Bijbel staat, hij heeft jou geweven in de schoot van je moeder. In de buik. Kijk maar eens naar de ander. Kijk hem eens in zijn ogen. En dan zul je zien, ieder oog is anders bij elkaar. De ene heeft een ander kleurtje en bij de ander is een vorm anders. En... wat ook grappig is, ieder heeft ander soort haar. Krullen of stelhaar. En kijk eens naar elkaars moedervlekjes. Ook die zitten bij iedereen op een ander plekje. Of hebben een andere vorm. Zo zie je dat iedereen anders is. En dat is alleen de buitenkant. En weet je wat grappig is? Ook de binnenkant is bij iedereen anders en uniek. Iedereen zijn stem is anders, karakter is anders. Maar... ook ieder heeft zo zijn eigen dingen waar hij goed in is, zijn gaven en talenten. God weet precies wat bij jou past om jou helemaal perfect te maken. De een kan supermooi piano spelen of zingen en de ander kan heel goed presenteren. En weer een ander is ontzettend zorgzaam. God heeft in ons allemaal iets prachtigs gelegd. Gemaakt zoals we zijn, helemaal jezelf. En als dingen dan wel eens wat misgaan, dan moet je niet denken ik ben een mislukkeling... maar dan moet je eraan denken hoe God jou heeft gemaakt, met een plan. God heeft in ons allemaal iets prachtigs gelegd. Hij heeft ons lichaam, ons karakter, onze gaven en talenten zo geweven dat het helemaal perfect is. En soms denk je wel eens dat je een mislukkeling bent, of gaan dingen niet helemaal goed, of heb je het moeilijk. Maar dan moet je daar maar aan denken. Hij heeft jou gemaakt met een plan en iets om iets mooi te maken van je leven. Hij geeft jouw leven betekenis, oftewel waarde. Hij maakt iets prachtigs. En als ik daaraan denk, dan moet ik denken aan Jozef. Weet je nog? Die jongen, het lievelingetje van zijn vader. Met die mooie gestreepte jas in al die mooie kleuren. Maar hij had het ook niet altijd even makkelijk. Hij werd gepest door zijn broers. Ze lachten hem uit vanwege de dromen die hij van God kreeg. Hij werd als slaaf afgevoerd naar Egypte. En hij kwam daar uiteindelijk ook nog eens in de gevangenis. Maar als je verder naar zijn leven kijkt, dan zie je dat het toch nog allemaal goed komt. Hij bleef eerlijk, hij bleef trouw aan God. En dan zie je dat zijn leven toch nog van waarde was. Hij redde niet alleen zichzelf, de Egyptenaren, of zijn eigen familie van de hongersnood. Maar ook voor ons is hij nog steeds een voorbeeld waar we van kunnen leren. Denk daar eens komende week over na. Wie ben jij en wat maakt jou uniek? Hoe kun jij jezelf zijn? Welke gaven en talenten heb jij? Wat maakt jou bijzonder? En praat er eens over met een ander of met God.
En dan kom je erachter hoe jij een betekenisvol leven kan leiden. En weet je hoe? Door gewoon jezelf te zijn. Dat is nou eens goed nieuws. Ik ben gewoon uniek. En jij ook? We zijn gewoon speciaal. En zelfs als er iets misgaat... dan zijn we alsnog waardevol. En ik heb ontdekt in de Bijbel dat hier ook iets over staat. In Psalm 139, vers 14 staat... Ik prijs u omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Wauw. Het lijkt wel alsof God een plan heeft met mijn leven. En zelfs als het misgaat, dan heeft hij nog steeds een plan. God heeft een plan. Kevoki TV voor vandaag. Wat een fantastische dag. En vergeet niet, God heeft een plan met je leven. En je bent prachtig gemaakt. En dat betekent dat je bent geschapen om een betekenisvol leven te leiden. Wat betekent dat? Weet je, je bent gewoon prachtig gemaakt.